Het is alweer even geleden dat we jullie hebben bijgepraat over de voortgang van onze duurzame verkennis via een video. In de vorige filmpjes hebben we meer verteld over de installaties en de installatiekeuze bij onze duurzame verkennis. In deze video gaan we verder inzoomen op een nieuw innovatief spouwmuurisolatie van takkenkampisolatie. Daarover gaan we nu in gesprek met Jan van Waarden. Wij staan hier in Geesbrug in opdracht van Domesta bij de duurzame verkennis. Een mooi pilotproject waar wij onze nieuwe innovatie mogen laten zien. Innovatie is ook een van de pijlers van Takkenkampgroep. Dat is ook de reden dat wij elkaar hebben gevonden met Domesta. Wat doet nou eigenlijk een nieuwe innovatie met isolatiemateriaal van de Aerofil Innovative Wall? Het is eigenlijk twee keer zo hoog in isolatiewaarde dan de reguliere materialen die we normaliter toepassen. En eigenlijk heeft dat gewoon een hele forse bijdrage in de CO2-neutraliteit richting 2050. Wat wij daarmee beogen en ook graag willen, ook een stukje comfort naar de bewoners toe. Daarnaast doet het ook nog heel veel in naad- en kierdichting. Dus uiteindelijk gaat het ook verder naar een non-leidwoning. Dat is eigenlijk ook de bedoeling en het doel van ons isolatiemateriaal. Niet installatiegedreven, maar isolatiegedreven met een slimme installatie. Daarnaast is hij ook nog voorbereid op laag temperatuur. Waar we natuurlijk uiteindelijk aan naartoe willen en op die manier voorbereid is naar een gasloze woning. Nou, we zijn hier bij de familie Boer. Wij zijn hier vroeger komen wonen, dat is bijna 50 jaar terug. Overal zat enkel glas in, er zat nergens in isolatie. En wij zijn dus een van de deelnemers van het project. We doen daarmee omdat we toch een beetje innovatief zijn. En dit is voor ons dus een van de laatste fases met een nieuwe spouwmuurisolatie. Om dus nog weer meer te proberen om de energierekening naar nul te brengen. We hebben dus op dit moment nog steeds het oude steenwolgebeuren, wat al 30 of meer jaar in de muur zit, maar wat eigenlijk niet meer voldoet. Want we hebben dus toch op de wc en de douche, die zitten dus op de noord- en op de oostkant. En daar zitten toch koude plekken in. Het is bij de winterdag is het niet echt aantrekkelijk om dus zo direct even in die douche te staan. We zitten dus al heel laag met de energienota, maar we denken met dit wat het laatste project is voor ons, dat we de energie naar nul op de meter kunnen brengen. Dat het wooncomfort nog omhoog gaat. Dus op deze manier proberen we hier nog een paar jaar te blijven wonen. Nu zijn jullie meer te weten gekomen over dit nieuwe innovatieve materiaal. Dit past natuurlijk perfect binnen ons experiment Duurzame Verkenners. De komende periode gaan we dan ook kijken wat het betekent voor de energierekening en voor het comfort. Hiervan houden we jullie op de hoogte. Tot de volgende keer.